De Suriname Hindi Parishad heeft gisteren een monument onthuld ter ere van 150 jaar Hindi-taal in Suriname. Suriname Hindi Parishad is een organisatie die personen de Hindi-taal aanleert, zowel schriftelijk als mondeling. Volgens voorzitter Satyanand Pramsoek zou het niet mogelijk zijn om de Hindi- en Sarnami-taal in Suriname levend te houden als daarvoor geen animo bestond. Lang voor de oprichting van Hindi Parishad werd er heel hard gewerkt om Hindi te onderwijzen. Eerst had je de kuddiescholen voor de kinderen die de normale school niet konden bezoeken. Daarvoor en daarna had je ook heel wat mensen die zich hadden beijverd om Hindi onderwijs te geven thuis bij hem, in scholen, onder een afdakje. Een van die heren die we niet moeten vergeten is de heer Mahatam Singh. Van hem wordt gezegd dat hij op den duur meer dan 300 scholen alleen draaide. In 1977 is Suriname Hindi Parishad opgericht. Dit jaar op 5 september gaan wij 46 jaar bestaan vieren. In die 46 jaar hebben duizenden jongeren en ouderen Hindi les gehad. Heel wat van deze mensen zijn nu Hindi leraar, pandit, radioomroeper, tolk enzovoorts. Na zeggen van Deo Sharman, ondervoorzitter van de Nationale Assemblee, kan hij een klein beetje Surinami praten. En heeft hij heel veel aan zelfstudie gedaan. En ik wil dat u allen aanbevolen. En ik heb in de moeilijke tijd gedaan toen het boekje Manjusha, dat nu gangbaar is, nog niet gemaakt was. En ik was al afgestudeerd als arts en ik dacht van, dat is een stukje leegte, wat ga ik doen? En toen heb ik de boeken gekocht en thuis gaan studeren. Deel 1, 2, 3, 4 en bij 5 ben ik gestopt. Want toen vond ik, ik kon al genoeg praten en lezen. En een diploma is voor mij niet belangrijk. Het gaat om de taalvaardigheid. En hoe meer je leest, des te meer je begrijpt. Je woordenschat wordt rijker enzovoorts. Na de onthulling van het monument was ook een tekenwedstrijd gehouden.